Yo, mensen van YouTubers, en welkom weer bij de oude video's van het kanaal. Na de Astrid vlog en de Carla Mentos en de Chubby Bunny gaan we vandaag reageren op de Crazy Milk Challenge. Allee, zo hebben we die challenge genoemd. Dat was een smoothie maken met allemaal lekkere dingen, maar ook smerige dingen. Ja. Dus dat was melk met allemaal ingrediënten erin. En een vragen, we stellen elkaar vragen. En als je het fout had, ja, godverdomme, dat is kut om uit te leggen. Ja. Dus we zullen beginnen. Video en ik had net van die shitkleren aan en what the fuck was dat, man? We gaan vandaag bakken met jullie. We gaan een lekker drankje maken. Ik ben natuurlijk niet alleen. Het is een challenge met twee en we zijn hier samen met Yeah! Yeah. We zijn de eerste die deze challenge hebben uitgevoerd. Gevonden. Ja. Meerdere mensen hebben zoiets gedaan, zo'n smoothie maken en zo. Ja, maar nee, dat, nee, Crazy Milk hebben we zelf uitgevonden. Ja, Crazy Milk schijnt uiteindelijk een andere challenge te zijn, dat je echt zo'n hele trog met melk moet leeg drinken. Ja. Maar wij hebben dat nu zo genoemd, het is met melk. Melk met ingrediënten erbij, dus eigenlijk gewoon een milkshake. En omdat dat niet normaal is, hebben we er crazy van gemaakt, ja. Ja. Ik heb een klak aan, waarom eigenlijk? Ja, vroeger altijd, jongen. Nee, ik droeg echt nooit een klak. Enkel voor video's, dan dacht ik van, even zo van, waar is mijn klak? Oké, ik ga die even aan doen. Dus. Ik heb het gewoon ook soms. Heel zelden, en daar ben ik direct mee gestopt. Gaan uitvoeren. En! De mensen doen de crazy cake, maar wij gaan met een blender werken. Yeah! Blender. We gaan namelijk, we hebben allemaal ingrediënten hier klaarstaan. En 10 kaartjes met de naam van ingrediënten. En we gaan dus een quiz doen en als ik een vraag stel aan hem en hij heeft het juist, moet ik erin trekken. En als hij het fout heeft, dan... Ja, dan wel. Als hij het fout heeft, moest hij erin trekken, moest ik zeggen, want dat zei ik dus verkeerd. Ja, echt jammer. Dan, als hij het fout heeft, moet ik erin trekken. En hier staan de ingrediënten. Dus we hebben mosterd, ketchup, chocolademelk, augurk, cocktail, yoghurt. Dan hebben we daar nog kaneel, knoflookpoeder, een ei en... Bananen. Banaan, maar bij elk van de twee drankjes komt er sowieso 250 milliliter melk. Anders is natuurlijk echt fucking vies. Oké, we zetten de camera neer en we beginnen aan de video. Yeah, boy! Oké, eerste intro en daarna beginnen we eraan. Let's go! I got some dirty shit to pick up at the drive-thru. I got a tiny bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Yo! Oké, we gaan beginnen. Dus, we gaan om de beurt een quizvraag stellen. Ja, over onszelf. En dan, als het fout is, moet je trekken, hè? Oké, jij mag eraan beginnen. Oké, we gaan beginnen. Ik begin met de eerste quizvraag. Heeft hij het fout, moet hij een kaartje trekken. Een kaartje trekken? Inderdaad. Oké, wat is mijn lievelingsdier? No. Een tijger, een leeuw of een kangoeroe? Een kangoeroe. Een tijger. Correct. Moet ik nu een kaartje trekken? Hij moet er weer uit. De loon. Een kangoeroe. Oké, okay. We zullen zien wat hij heeft. Hè. Oog dicht. Niet kijken, man. Wat is het? Kaneel, mensen. Kaneel. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar we liegen niet natuurlijk. Oké, okay, die is die van... ga ik al bij mij zetten, want die moet ik sowieso in mijn shake doen. Die is van hem. Oh, daar stik je echt in. Gaan we doen, dan gaan we die hele video uitkijken. Al die... Nee, jongen, skip al stukje. Ik vind die vraag wel niemand zien. Beter als... Ja, we zullen uiteindelijk zeggen wat we allemaal hebben. Dat we wel iets hebben, hè. Ik had het liefst nu wil ik yoghurt hebben. Volleybal of... We kunnen ook helemaal doorgaan en dan nemen we misschien nog een video daarna. Dus we gaan direct door naar het einde dat we gaan shaken. Okay, welke auto wil ik later kopen? Een Mercedes, een Ford of een Peugeot? Wat zei het? Wat was het tweede? Een Porsche? Ik vergeet altijd. Ketchup, mosterd. Oh wacht, hier gaan we het zeggen ze. Doe maar naar. Oké, die is van mij. Nice, dus ik heb ketchup, mosterd, kaneel, chocomelk, ei en banaan. Dat zijn dus 6 ingrediënten en heb er 4.
Namelijk... Maar ik heb maar één lekker, hè. Knoflookpoeder heeft, hij heeft augurk, hij heeft dit lekkere drankje en hij heeft ook nog cocktail. Dus wie gaat eerst beginnen? Ja, ik had alleen maar yoghurt dat lekker was, hè. Dus En bovendien lust ik ook geen melk, dus maak in deze mooie blik. Dus we gaan shaken, hè. Ja, dat willen we zien, hè. Ja, is. Alles erin, dat is het drankje van Jonas. Ja, ja, mensen! Ja! Wacht, al die bananen. Hij gaat niet diep genoeg. Je moet echt max. Hoe doe je dat? Je gaat er heel niet goed toe zitten, want wiet vliegt hier open. Nee, niet max. Nee, niet helemaal max. Kijk, je hebt wiet aan het dood. Ze wiet aan het dood. Wat doe jij? Kom aan, zo gaan we nooit klaar aan geraken. Yeah, boy! Haha! Kan ik wel fuck? Echt veel te hard. Oh man, ik riep het. Ja, echt stinkt, joh! Ik zie hem maar aan. Oké, nu gaan we gieten, zeg. Oh, dat ziet er zo lekker uit. Stop het! Oh, nou, handen! Nee, hè! Oké, zet dat glas maar even opzij, want ze biedt stort. Oké, nu gaan we mijn shake voelen. Dat wordt top. Dat was wel wat rapper geflikt, hè. Met al die bananen. Niet wegknippen, hè. Mensen, we hebben alles afgewassen. Mijn glas staat fucking hier. Ik kan het nu hier zetten. En nu gaan we Jens... zijn dingen maken. We zitten er nog niet op, hè. Dat is hier, nu ga je zien hoe dat we hem vullen. Ja. Je ziet hoe hard dat Jonas de keer gehuilst voor mijn drankje. Die zwiert gewoon die hele pot met knoflookpoeier daarin. Ja, dat zie je. Ja, eerst natuurlijk de melk, 250 milliliter. En daar staat het. Zit er Jens hier, hè. Dat dan... Mensen. De fucking... Dat mag wel maar meer, hè. En veel, hè. En veel. Ja. Doe er maar een beetje augurken in. Kom, ja. Oh ja, knoflook. Wat voor je erin? Deze knoflook is heel lekker. Hoeveel is dat in één, hè? Ja, de augurken meer, hè. Hoeveel is dat in één, hè? Pap, ja. Nee, ook augurk. Geen sappen. Meer augurken. Oh, is heel lekker. Zeg, what the fuck? Zit hem hier tegen? What the fuck? Echt, je mag echt heel die pot erin. Ja, maar jongen. De augurken meer, ja. We zitten wel in één, ja. Dat verklaart ook hoe slecht dat smaakte, hè. Die shake smaakte een en al naar knoflook. Oh. Nee, ook augurk. Geen sappen. Meer augurken, ja. Augurken. Doe er één in. Ja, ja. De sap is op, jongen. Kom. Oh, we moeten er water in doen. We moeten er water in doen. Je melk zit er sowieso in. Dat is bij mij ook. Alles zit in die mensen. Dus nu gaan we waar is de cutter? De messen. Waar zijn de messen? Ja, hier. Om het nog beter te maken, gaan we de rest natuurlijk een beetje neer. Haha, is het. Wacht. Dit hier is ook nog lekker. Nee, niet doen. Nee, nu. Dat is lekker, dat is lekker. Nee, jongen, ik vind dat niet. Lul. Lul. Mensen, we gaan er weer voor. Pak de prijzen maar bij. Helemaal. Ja, dat zit er niet op, Jens. Ja, yeah, dat zit er niet op, ja. Je hebt niet bij. Trek het niet los, hè. Moet niet zo. Het gaat helemaal zo. Heb je dat niet gehoord dat dat vastgeklikt is? Ja, nee, hier. Het mag niet vast bij u. Oh. Zie, nu is het vast. Ja, wie, dus kunnen we wel nu zeggen, hè. Kut, mensen. Kut, hè. Is er vol. Copyright. Jij is weer aan het smikkelen. Allee, dan gaan we deze fieten, hè. Naar boven. Het ruikt niet naar knoflook. Zo. Yeah. Het ruikt niet naar knoflook. Het ruikt wel naar yoghurt, dus dat is wel al fijn, maar de smaak, hoho. Knoflook ruikt, maar wel naar yoghurt. Ah, ziet dat allemaal, ja. Er ruikt stukken in. Al die augurken. Nu hebben we niet gemorst. Maar we gaan nu even terug afwassen. Oké. Okay. Dan zien jullie zometeen weer. We gaan zuipen. Niet aan skippen, lul! Oké, mensen, let's go! Hier, daar is echt vies. Er zit bijna melk in.
en nog een ander melkproduct. Die van mij die ruikt naar yoghurt en tegelijkertijd naar knoflook. We gaan zien wie het meest heeft gedronken. Let's fucking do this. Are you ready, bitch? 3, 2, 1. Dit is doen. 1. De banaan fixt het. It was at this moment that he knew. He fucked up. Lekker man. Dit is doen, hè? Ja. Ontank. Ja, het is algemeen bekend dat Jonas fucking brolfret doen, dus ja. What the fuck? Ja, ja. Bimboezel, ja, dat eet je gewoon, hè. Ja. Hoeveel van mij is lekker. Nee, die... Mij doen naar banaan. Maar ook naar... Dat ei natuurlijk. Hè. Oh, ruik, ja. Jongen, eet naar knoflook, geur. Jongen, die smaak... Die smaak was zo geur, hè, mensen. Jongen, ik kon niet eens één slok naar binnen krijgen. Bah. Oké, okay, hij heeft gewonnen. Hij heeft iets vies, maar kijk eens het verschil. Oké, Jens, zijn drankje is vies, maar kijk eens het verschil. Oké, dit is zo'n ajuintje en dus we kunnen vaker. En ja, we challenge hierbij. We hebben nog al bij elk. Je wil alles wegzwieren, zeg. Hierbij, ja, zie je dan mijn pet, mijn eigen fucking king, bitches! Fucking cool, ja. Hij yeah. heeft gewonnen. Dus... Nu, jaag maar! Yeah! Hierbij gaan we onze video afsluiten. Dus mensen, vond je deze video goed gevonden en vond je het een leuk filmpje? Like filmpje. Dan! En we gaan al die bro wegsnuiten. Zijn gesponsord door de winkel, nee. De winkel. We moeten zien wat we nog kunnen doen. En abonneer hier beneden en dan zeggen we... LAKKERS! Ik ga doen, ja. Oh, we blijven kind, jongen. Oké, dat was de Crazy Millig. Dat was een nice video om te maken, mensen. Ja, versta wel dat we niet elke dag ingrediënten kunnen opdoen, hè, voor zo'n challenge. Dat gaan we doen, hè. Dat is een goed idee. Ja, maar dit keer gaan we dat bij u doen, hè. Waar, jongen? Haha, dus dan zullen we... Uw kassen is leeg, Fred, ja. Zet kind. Ja, we hebben bananen opgedaan. Dat is allemaal weggesmeten achteraf, ja. Dan kunnen we daar van die Sinterklaas-snoep gezien zweren. Ja. Van die vrouwtjes. Dat waren video's die we vroeger maakten, en zo'n paar challenges. Dat was echt zo nog de jaren van de challenges. Dat is tegenwoordig... Ja, niet meer van deze tijd, hè. We gaan geen andere video niet meer pakken, want ik denk toch dat we lang genoeg bezig zijn. Maar voor de volgende keer hebben we nog de kermisvlog. De bimboezel moeten we nog doen. Ik denk die moviepark hier kunnen we ook doen. Maar voor de rest hebben we alles gedaan, denk ik. Ja, op een moment. Dus ja, dat was een crazy milk. Plezante video, dus... Tot de volgende reactievideo en ciao! Laters!